Ja, ik heb wel wat veroorzaakt, maar dat heb ik natuurlijk in eerste instantie niet zien aankomen. Ik word wel meer gezegd, joh, waarom vertel jij nou de nood is je verhaal? Want ik zie allerlei andere journalisten, zag ik op televisie, en dan doen ze net of zij daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Dat is me wel opgevallen. Ja. Maar ik ben een held voor sommigen. Nou. Dit is Rob van Olm. Eind jaren 90 maakte hij een documentaire over het Zilbertandencommando. Een groep Nederlanders die voor de nazi's verzetsmensen vermoorden. Heinrich Boeren was lid van dit commando en werd na de oorlog veroordeeld tot de dood. Hij ontsnapt echter en duikt onder. Van Olm zoekt bij justitie naar informatie over Zilbertanden. Een ambtenaar helpt hem. Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Van Olm praat er vandaag voor het eerst over. Die ambtenaar hield op een hele zedige manier een bepaald document op zijn knieën. En had hij dat maar niet gedaan, want dan was Boeren nu waarschijnlijk nog vrij geweest. Want ik zei, waarom mag ik... Ik mocht daar niet in kijken. Ik zei, maar waarom niet? Hij zei, ja, dat is een ontsnapte oorlogsmisdadiger. Ik zei, joh, doe niet zo gek, laten we dat nou zien. Dus ik werd nieuwsgierig. Maar het bleef een nette ambtenaar. Hij zei, nou, dan moest je bij de officier van justitie zijn... Die zich bezighoudt met het opsporen van oorlogsmisdadigers. Was toen nog een officiële functie. Van Olm vraagt bij die officier van justitie om originele documenten... over het Zilbertandencommando, waarop vertrouwelijke gegevens staan... De originele krijgt hij niet. En toen kreeg ik op een gegeven moment gingen ze kopieën voor me maken. Maar wat ze dan doen, of deden, dat was met Typex alle gegevens uitwissen. Maar ja, het bleek dat ik met een eenvoudige paperclips gewoon alle gegevens kon achterhalen. Nou ja, hier bijvoorbeeld. Dit zijn overigens de moordenaars hier. Hè? Hendrik Komhout, Bart Slob. En dat is een getypexed document. Dit zijn getypexed. Kijk, dan ben ik gewoon met een eenvoudig paperclipje. Heb ik zo geboord, de data weggehaald. Wat heel belangrijk is natuurlijk altijd waar iemand geboren is. Ja. Nou, en dan wonen de hier. Kijk, zie je het? Wonen de. Kan je heel slecht nog lezen. Nou, zo ben ik eigenlijk achter adressen gekomen. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Eenvoudig. Dat, ja. Onvoorstelbaar eenvoudig, ja. En amateuristisch. Heeft u de indruk dat degene die u dat document gaf, die officier van justitie die dat met Typex zo had weggehaald, dat het een bewuste actie was, zo van die Van Olm die krapt die Typex er wel vanaf en dan hebben wij Boeren? Of die gedacht heeft dat ik zulke trekjes had, dat weet ik niet. Ik denk wel, of dat weet ik zeker, dat hij hoopte dat het mij zou lukken. Maar hij heeft natuurlijk ook nooit kunnen bevroeden wat de gevolgen daarvan zijn. Nee, want wat waren die gevolgen? Nou, kijk, het gevolg is onder andere geweest dat hij veel meer in Duitsland gezien. En daar heb je een linkse groepering advocaten die toch wel met het oorlogsverreden op een nette manier wilden afrekenen. En zij zijn er achteraan gegaan. Dus zij hebben gezegd, zij zijn gaan proberen om alsnog tot een proces te komen. En dat is gelukt. Ja. Dus als meneer Van Olm dat typexje die niet had afgekrapt, was Boeren misschien nog vrij geweest? Er was Boeren nu nog vrij, had hij geen levenslang gehad. Hoe voelt dat? Dat doet me eigenlijk niks, toch? Dus ik ben altijd benieuwd hoe mensen nou verder leven na een grote gebeurtenis. Ja. En daarom werk ik ook altijd 20, 30 jaar na datum. Ja. Maar vaak als ik een onderwerp heb, blijkt het toch actueel te worden. Nou, dat is dit ook natuurlijk. Uiteindelijk spoort Olm Boeren op in Duitsland en interviewt hem. Ik was verplicht het, hè, ervoor te vechten. We hebben dat in de front gemaakt. Waarom ook niet hier? Hè? Maar ja, het is toch wat anders om iemand zomaar neer te schieten die je niet kent dan aan het front. Dat is veel onderscheid. Hè? Maakte dat niet uit? Dat maakt niet veel uit. Dat is een terrorist, hè? Een partisan. Dat is een vijand, hè. Het is te curieus. Aan de ene kant heb je te maken met een moordenaar. Ik praat over ongeveer 12 jaar geleden. Dus hij is nu 87. Dus hij was er wel beter aan toe dan nu natuurlijk. Hij was toen 75. Hij was een sterke vent. Maar een wonderlijke man. Op de een of andere manier kreeg ik geen vat op hem. Maar je probeert nou, is dat nou een vreed iemand? Ik bedoel, je pleegt toch zomaar moorden? Moet je toch iets in je aard hebben? Maar ja, dat was goed voor zijn hondjes, weet je. Lief voor zijn tante. Dat is altijd absurd. Heeft u hem uiteindelijk doorgrond? Nee. Dat is niet gelukt? Absoluut niet, nee. Ik denk toch, maar nou is het natuurlijk ook moeilijk te definiëren. Wat is nou een geweten? Hè?
Ik denk toch dat, dat zo'n man geen geweten heeft, nee. Dat had u wel, dat gevoel had u? Ja, ja, toch zeggen, oh, nou, weet je wat het was? Laconiek. Dat is het juiste woord. En ik ben er nog een keer naar Aken geweest, naar die rechtszaak. En daar zag je dat ook. Hij is laconiek. Daardoor ondoordringbaar. Was dat een façade? Je zou het een façade kunnen noemen. Ik weet niet of het nou hoe dat psychologisch werkt bij hem. Maar het was laconiek. En dat was, ik weet nog, we hebben het met die documentaire dat de cameraman ook zei. Goh, ik zou wel een beet willen pakken. Zo begrijp je, hij was niet te raken. Dus niet eens zozeer dat je zegt hij was hard. Of dat je dacht, nou, typisch. Of je ziet nog wel misschien oud. Het was hij niet. Nee, laconiek. Naar aanleiding van de documentaire wordt Boeren vandaag alsnog veroordeeld tot levenslang. Voor 3 moorden. Heeft het zin om iemand van 88 op te sluiten nog voor dit soort dingen? Nee, dat is wat ik zeg. Het is wel goed voor slachtoffers, is het sowieso goed om genoegdoening te krijgen. Hè? Dat zie je met allerlei facetten. Als je het slachtoffer ergens van bent en er wordt niets met de daden gedaan, dan is dat slecht voor het verwerkingsproces van de slachtoffer. Maar bij mij persoonlijk heb ik dat niet. Heb ik er geen gevoel bij. Meneer Van Holm, als u nou wat tegen hem zou mogen zeggen vandaag. Wat zou je dan zeggen? Mag ik? Ja? Overval ik u met die vraag? Ik vind het een hele. Als u nou in Aken was, als u nou. U had hem vandaag kunnen spreken. Wat had u gezegd? Ik denk niet dat ik wat gezegd had, toch? Nee. Nee. Het is een hele interessante vraag. Ik heb mezelf niet eerder gesteld. Ik zou hem niet. Ik denk dat ik in de indirecte manier iets gezegd zou hebben. Misschien iets van sterkte. Ik weet het gewoon niet.